We zijn hier opnieuw eigenlijk terug bij Bram Bernhard. We waren hier eerder vanwege een geothermieproject met warm water zorgen dat hij zijn kassen kan verwarmen. Maar we zijn hier terug om eigenlijk nog wat nader onderzoek te doen. Bram, waar kijken we eigenlijk naar? Hier achter mij staat een fibrotruck. Dit is een apparaat die maakt trillingen naar de ondergrond. De trillingen gaan tot 2 kilometer diepte. En daar staat een kraan en die heeft een ontvanger op 2 kilometer diepte. En dat is eigenlijk de manier, omdat we al een bestaande put hebben, op die manier kunnen we een 3D-techniek in kaart brengen. Waarom is dat belangrijk, dat je die ondergrond goed in kaart hebt? Het gebied is al een keer in kaart gebracht met de 2D-techniek. Dus er zijn wel lijnen door het gebied heen voor aardgas- en aardolieonderzoek. Maar wij willen onze locatie nog een keer uitbreiden en dan willen we het gebied specifieker in kaart brengen met de 3D-dimensionale techniek. Maar Bram, is het niet zo dat als je hier nou kijkt naar die oppervlak, denk je toch van ja, als ik maar één keer weet wat er zit, dan zit het een meter verder toch ook wel? Ja, we zitten op 2 kilometer diepte, dus er zijn oerlagen van duizenden eeuwen terug. En het is toch belangrijk om het specifieker in kaart te brengen. En soms is het zandpakket 100 meter dik en de andere keer weer 50 meter. En je wil met je filterbuizen toch in een goed zandpakket. Het mooie is om te weten dat we dit niet alleen hier in Luttelgeest doen. Er wordt een hele lijn, heet dat, geschoten. Helemaal ook vanuit Amsterdam die kant op. En dit is een mooi voorbeeld van hoe we over heel Flevoland, in ieder geval in het bebouwde deel, Lelystad en Almere straks ook kunnen kijken over gebruikende maken van de natuurlijke hulpbron van de geothermie. Een nieuwe techniek, maar al een mooi voorbeeld hier in de Luttelgeest hoe je toe kunt passen. En hopelijk dus straks ook in de steden.